Jezelf schrijven. Dat is nou, het is een brief aan onszelf en aan overheden. Volgende week is COP, de grote klimaatconferentie. En die is vooral voor overheden, voor landen. Dus we vragen aan bedrijven, zet nou ambitieuze doelstellingen en lever daar ook op. En we zeggen hetzelfde tegen landen, lever daar ook op. Maar David Knibbe, op zich, als we het vergelijken met vorig jaar... we hebben inmiddels een nieuw kabinet, een energieminister, een klimaatminister. Er gaan miljarden bij, dus jullie worden op je wenken bediend, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Nou, dit is natuurlijk absoluut voortgang. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. We hebben natuurlijk een vreselijke oorlog in Oekraïne. En we hebben ook een aantal stappen achteruit gezet. Hè. De kolencentrales zijn weer aangegaan. En er zijn ook heel veel... Nou, we hebben de stikstofcrisis in Nederland. Er zijn ook nog heel veel dingen niet gelukt. Maar ik denk wel, er zit wel energie in die hele groep. Het zijn 120 bedrijven. Maar we hebben ook eens gekeken naar onze eigen uitstoot van die 120 bedrijven. Ja, dat is vergelijkbaar met het derde land ter wereld. Hè. Dus dat is India, zeg maar. Dus... Je zegt het ook met enige trots hier. Nou, nee, maar het geeft wel aan dat, dat op het moment dat, wij... Hè, en dat begint uiteindelijk bij jezelf. Dat als we even uit die bedrijven stap aan het zetten zijn... Het is 22% omlaag gegaan, zagen we. Nou, daar heeft ongetwijfeld COVID bij geholpen. Maar er worden wel stappen gezet door het bedrijfsleven. Maar voor een aantal terreinen hebben we ook de overheid nodig. En daarom is het niet alleen een brief aan onszelf. Ja. Maar hebben we ook de overheden nodig. Nou, die komen bij elkaar. Nu zo meteen in Egypte. Dus dat was een goed moment ervoor weer.